Ik ben Dea van Lieren, dressuurruiter. En ik ben afgelopen zomerspelen in Rio geweest om daar zo naar de Olympische Spelen dressuur te kijken. En tot mijn verbazing waren toch niet de hele tribune uitverkocht en keek niet iedereen met zoveel enthousiasme als dat ik daar naartoe keek. Dus toen ben ik toch eens gaan nadenken over hoe we onze sport misschien kunnen verbeteren. En nou, daar heb ik een heel mooi interview voor gegeven voor In de Hoefslag. En ik hoop dat een heleboel mensen aanstuurt om ook creatieve ideeën te hebben. Omdat ook ik zou heel graag nog een keer op de Olympische Spelen willen rijden. En daar heb ik toch nog wel wat oefentijd voor nodig. Dus ik hoop dat de Olympische Spelen in dressuursport toch nog lang blijven bestaan. En daarvoor heb ik ook jullie hulp nodig.